Ik kom uit de Utrechtse wijk Kanaleneiland, een van de meest diverse wijken van Nederland. Een wijk met uitdagingen, maar ook een wijk met ontzettend veel kracht en mooie mensen die het beste van hun wijk proberen te maken. Een wijk waarin mensen moesten vechten tegen het stigma van de achterstandswijk. En voorzitter, ik ben niet het enige Kamerlid met een historie uit Kanalenland. Collega Wilders die heeft er toevallig ook gewoond. Hij zei dat rond 1985 de wijk waarin hij woonde, Kanaaleiland, in zijn woorden veranderde van een keurige witte middenklassewijk in een wijk waarin steeds meer Marokkaanse en Turkse Nederlanders zich vestigden. En, voorzitter, dat is precies de periode waarin ik naar Kanaaleiland verhuisde. En ik wil dan ook mijn excuses aanbieden hiervoor. Ik was namelijk een van die Marokkaanse Nederlanders die als kind naar die wijk kwam en waar collega Wilders op doelde. Ik moet bekennen dat het voor mij tot op de dag van vandaag absurd is dat ik volgens sommige andere politici dus onderdeel zou zijn van een soort omvolkingscomplot. Dat ik en mijn ouders blijkbaar afgesproken zouden hebben om Kanaleiland over te nemen. Dat wij in samenwerking met linkse partijen de goedkope woningen in Kanalenland zouden overnemen om de wijk te islamiseren. Wilders en sommige andere politici waren de enigen die dit complot, waar ik blijkbaar onderdeel van uh, was, die dat door hadden en dat dit mede mogelijk werd gemaakt door een elitair links bolwerk. En voorzitter, ik heb dit valse beeld altijd zo onrechtvaardig gevonden. Een groep Nederlanders die in Nederland zijn komen wonen voor hun gezin, die worden hier in Den Haag vaak weggezet als roofdieren. Roofdieren die hierheen zijn gekomen om het land in te pikken. Het is een van de redenen waarom ik hier vandaag ook sta. Strijden tegen vijanddenken. Strijden tegen uitsluiting. Laten zien dat ook mensen die uit Canalerland komen een bijdrage willen leveren aan dit land dat wij als kanaaleilanders onderdeel zijn van dit land en het recht hebben om als volwaardig Nederlander te worden beschouwd. En voorzitter, sinds Wilders vertrok uit Kanaaleiland is er veel veranderd in de wijk. Het woningaanbod verandert en er trekken steeds meer middenklasse gezinnen naar de wijk. Voor sommigen een teken van vooruitgang. Voor anderen is dit een complot van rijken die de wijk willen opkopen ten koste van de armen. Weer zo'n complot. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Maar, voorzitter, een van de personen die hierdoor in de wijk was komen wonen, was onze wethouder Welzijn, Asiel, Integratie en Sport. Tegenwoordig Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Behalve dat ik als raadslid fijne debatten heb mogen voeren met deze wethouder. Heb ik hem ervaren als een fijne man. Ik was vooral blij met de komst van deze nieuwe bewoner, omdat zijn kind bij mijn kind in de klas kwam en ook nog eens zijn beste vriendje werd. Omdat zijn zoon een week ziek was, besloot mijn zoontje voor elke dag dat zijn beste vriend niet op school was, een verrassing te knutselen. En net wanneer zijn vriend weer beter werd, werd mijn zoon ziek. Doodziek keek dat Joch mij aan. Papa, ik wil wel dat je de verrassingen goed bewaart. En voorzitter, natuurlijk heb ik dat uiteraard ook gedaan. Um, gevolg is dat ik een la had vol met uh, prutselingen. Elke keer als ik naar onze kinderen kijk, dan zie ik hoe onschuldig ze zijn en nog niet besmet zijn met wat wij dagelijks via de media. En via de politiek meekrijgen. Ze denken niet in complotten. Ze leven gewoon samen. En we denken dat we onze kinderen veel mee kunnen geven. Maar wellicht is het vooral belangrijk wat ze niet meekrijgen. En voorzitter, ik heb een slimme, sensitieve kind. Ik zie hem groeien wanneer hij complimenten krijgt. Maar helaas ook krimpen als er beledigende uitingen komen richting zijn adres. Mijn wens is dat mijn kind waar ik natuurlijk zielsveel van houd, niet aan zichzelf gaat twijfelen. Niet aan zichzelf gaat twijfelen omdat personen in dit huis structureel roepen dat hij niet deugt vanwege zijn afkomst of zijn religie. Of dat het in zijn DNA zit dat hij crimineel verdacht toont of niet. En ik wil ook niet dat zijn beste vriend hiermee besmet raakt. Voorzitter, ik zit hier om samen met jullie te voorkomen dat onze kinderen gevoed worden door haat. Ik ben hier om samen met jullie ervoor te zorgen dat onze kinderen elkaar vertrouwen en in harmonie samenleven. Dan, voorzitter, komen we bij de politieorganisatie. De politieorganisatie moet hierin een goed voorbeeld geven. En wat daar allemaal gebeurt, voorzitter, begint hier in dit huis. Onze uitvoerende organisaties die voeren veelal ons werk uit. Denk... Die wil een politieorganisatie waarin geen plek is voor racisme en discriminatie. Waarin agenten die etnisch profileren de laan uit worden gestuurd. We hebben hierin nog een lange weg te gaan. En vanaf hier kunnen we niet alleen voor zorgen dat dit toeneemt, maar ook zelfs dat dit afneemt door de juiste maatregelen te nemen. Een aantal dagen geleden zagen we nog dat agenten discriminerende berichten stuurden in een appgroep. Veel mensen ervaren dat ze door de politie. Niet gelijk behandeld worden. Voorzitter, wat is de laatste stand van zaken, wil ik aan de minister vragen, van de aanpak van etnisch profileren? Hoeveel agenten kennen de regels omtrent het gelijk behandelen van iedereen, het handelsperspectief proactief controleren? En hoe staat het met de aangekondigde hardere maatregelen tegen discriminerende agenten? Is de bestrijding van discriminatie al onderdeel van alle politieopleidingen en bijscholing? En voorzitter, onze politieorganisatie is een organisatie die symbool staat voor iedereen. En dat brengt mij ook tot een positieve ontwikkeling. Een ontwikkeling die in gang is gezet door lokale denkfracties. Namelijk het kunnen dragen van een keppeltje, een hoofddoek, tulband of andere religieuze uitingen door boas. Dat wordt nu in verschillende steden mogelijk op initiatief van denkfracties. Ik zou graag aan de minister willen vragen of zij deze lokale initiatieven ook zo toejuicht. En voorzitter, de politie moet wat ons betreft een weerspiegeling zijn van de Nederlandse samenleving. Daarom ziet Denk deze mogelijkheid ook graag voor politieagenten. Agenten en Boas moeten neutraal handelen. Het College voor de Rechten van de Mens heeft ook opgeroepen tot het beoordelen van hun neutraliteit. En onpartijdigheid op basis van hun gedrag en handelen. En niet op basis van het dragen van een religieus symbool of kleding. Voorzitter, de argumentatie van de minister dat het dragen van een hoofddoek of een keppeltje af zou doen aan de neutraliteit, laat zien dat de, deze minister het begrip neutraliteit verkeerd definieert. De aanname dat mensen die zichtbaar religieus zijn hun functie niet onpartijdig kunnen uitoefenen. Is alleen maar stigmatiserend en niet effectief. Al dus het college voor de rechten van de mens. Het in dienst hebben van mensen die hun godsdienst wel zichtbaar uiten, die zal juist ervoor zorgen dat er meer begrip ontstaat voor elkaar. En voorzitter, we zien in zoveel landen dat het dragen van een hoofddoek, tulband of keppeltje bij agenten goed gaat. En dat hier geen incidenten plaatsvinden. Graag wil ik de minister om het dragen van een. Van een keppeltje hoofddoek of wat voor andere religieuze uh, uiting dan ook, dat de minister dat toestaat voor politieagenten. Ik hoor graag van de minister of ze hiertoe bereid is. En voorzitter, ook hier geldt: hoe leggen wij onze kinderen uit dat niet hun handelen, maar hun religieuze uiterlijke kenmerken bepalen of ze hun werk wel of niet kunnen uitoefenen volgens de minister? En we zeggen toch ook niet dat we een collega hier hebben in de Kamer dat zij niet voor het algemeen belang opkomt omdat ze een hoofddoek heeft. Um, dat doen we niet, voorzitter. En, voorzitter, er is tegenwoordig sprake van een omgekeerde onschuldpresumptie. Je bent schuldig totdat het tegendeel bewezen is. Dat kun je terugzien bij de toeslagenaffaire, bij de NCTV, die jarenlang illegaal activisten en moskeeën bespioneerde, de politie die illegaal lijsten bijhoudt. En hoe is het mogelijk om van deze burgers te vragen om in de overheid te vertrouwen als de overheid haar eigen burgers zelf niet vertrouwt. Is de minister het met mij eens dat het illegaal bespioneren van verdachten niet helpt om burgers te laten vertrouwen in een overheid? Is de minister het ook met mij eens dat we voor het herstellen van vertrouwen onverdachte personen gewoon niet moeten bespioneren? Helaas hebben moties van mij om dit tegen te gaan het niet gehaald. En voorzitter, graag zou ik de minister willen vragen wat ze gaat doen om te voorkomen dat burgers onterecht gedupeerd zullen raken vanwege deze registraties. En voorzitter, in harmonie met elkaar leven houdt niet in dat we elkaar discrimineren, dat we elkaar beledigen of aanzetten tot haat. Vorige week diende ik dan ook een motie in om naar voorbeeld van Denemarken de verscheuring dan wel verbranding van erkende religieuze geschriften strafbaar te stellen. Helaas heeft ook deze motie het niet gehaald. Partijen die hier in de Kamer hun mond vol hebben over vrijheid, die stemden hier gewoon tegen. Vrijheid betekent niet alleen jouw definitie van vrijheid, dat we die aan anderen opleggen. Vrijheid betekent namelijk dat iedereen voor zichzelf mag bepalen wat zijn of haar definitie van vrijheid is. Vrijheid betekent dat iedereen vrij is in wat hij of zij wil geloven en hoe diegene zijn of haar godsdienst uitoefent. En voorzitter, we kunnen een heel mooi verhaal houden over de vrijheid van meningsuiting, maar die heeft ook een begrenzing. Deze houdt namelijk op wanneer dit overgaat naar discriminatie, belediging of haatzaaien. En de uitingen van Pegida, voorzitter, die zorgen alleen maar voor polarisatie en creëren alleen maar grotere afstanden tussen ons. En nog erger, onze kinderen. Hoe leggen we onze kinderen namelijk uit dat zij ernaast zitten? En dat zij niet beledigd worden, maar dat zij gewoon lange tenen hebben. En dat de uitingen van Pagida niet beledigend zijn. Dat ze niet discrimineren, nog aanzetten tot haat. En zoals mijn collega uh, Elija net zei, dat ze gewoon aan hun incasseringsvermogen wat moeten doen. Hoe leggen we dat uit aan onze kinderen, voorzitter? Het doet mij pijn om te zien dat het aantal antisemitische en islamofobe incidenten toeneemt. We hebben het gezien. Bij de moskee in Culemborg, waar de ramen zijn ingeslagen van de ruimte waar kinderen les kregen. Hoe voorkomen we dat we deze haat, die onze kinderen bereikt, als ramen van de, ruimte, van de ruimte waar de kinderen zelfs les krijgen, als die worden ingeslagen in een moskee, voorzitter, pure moslimhaat. En voorzitter, haat is een veelkoppig monster, hebben we hier vaak gehoord. We zien dat deze haat namelijk ook terugkomt bij synagoges. Een synagoge in Middelburg, die afgelopen zaterdag is beklad met hakenkruizen. Naast vernieling is hier gewoon sprake van antisemitisme. En gisterenochtend zijn we ook opgeschrikt door de vernielingen van een moskee in Heerlen. White power. Rot op hier. Kankermoslims. Oprotten. Ons land. Allemaal haatkreten die naast hakenkruizen zijn gekalkt bij de moskee in Heerlen. Is de minister het met mij eens dat er naast vernielingen sprake is van discriminatie, groepsbelediging, haatzaaien en zo nee, hoe leggen wij dit uit aan onze kinderen? En wanneer is hier volgens de minister wel sprake van? En voorzitter, het is iets meer dan een maand geleden dat ik hier nog een motie heb ingediend om aanvullende maatregelen te nemen om dit soort terreurdaden re, eh, jegens religieuze gebedshuizen, om die te voorkomen. De meerderheid van de Kamer vond het toen niet nodig om deze maatregelen te treffen. En helaas zien we nu al het resultaat hiervan en zien we dat het treffen van aanvullende beveiligingsmaatregelen nu harder nodig is dan ooit. Hoe kijkt de minister hier tegen en is zij bereid om na aanleiding van de recente gebeurtenissen nu wel aanvullende beveiligingsmaatregelen te nemen? Wat voor signaal geven we dan aan de daders aan als we dit niet keihard veroordelen en maatregelen nemen? En wat voor signaal uiteraard geven we ook aan aan de slachtoffers hiervan? Voorzitter, eerder vandaag kwam de kern van Denks identiteit in het licht tijdens een interactie met VVD-collega Ellian. Denk pleit voor de gelijke aanpak van alle vormen van haat en uitsluiting in lijn met de Nederlandse wet en internationale verdragen. En voorzitter, de VVD die lijkt te negeren dat alle vormen van haat, inclusief het bespugen van vrouwen met een hoofddoek, onacceptabel zijn. Het probleem bestond dus niet eens. Die bestond dus niet eens volgens de VVD. Een betere reden om namens Denk vandaag mijn medespeech te geven.